EBS-directeur Leo Brunswijk beschuldigt delen van de Raad van Commissarissen RVC van het bedrijf voor het missen van de kans op aankoop van een stroomgenerator in het buitenland. Tijdens de persconferentie gisteren, naar aanleiding van spanningen te Albina over constante stroomuitval, zei de functionaris dat de generator in kwestie dit jaar nog geleverd had kunnen worden en zou dienen als tussenoplossing voor de elektriciteitsproblemen op Albina. De RVC die kijkt anders naar zaken dan de directie. Ga je een nieuwe bestellen? Geen probleem. Maar dan moet je rekening houden met de levertijd van 1,5 tot 2 jaar. Moet je die mensen zo lang laten wachten, terwijl je weet dat het probleem is, dan ga je alvast kiezen voor een tussenoplossing, die tweedehands kopen en heb je die en dan kan je dan verder uitwerken naar die nieuwe om die nieuwe te bestellen. Komt die nieuwe aan, dan heb je die tweedehands als spare dat je altijd kan inzetten. Brunswijk geeft verder aan dat een RVC-lid niet had ingestemd om te tekenen voor de aankoop van de tweedehandse machine. Niet het voltallige RVC deelde dezelfde inzichten. Maar als je dat niet zo wilt doen en je wil het op jouw manier doen en je tekent het niet, dan krijg je die soort problemen. Waar is de RVC nu? Komen ze in beeld? Nee. Niemand praat over de RVC. Terwijl zij degene is, nou niet de totale RVC, maar delen van de RVC, heeft daarvoor gezorgd. Ja, kijk, het moment, de RVC, ze hebben een bepaalde manier van werken. Dus als je daar problemen maakt, en dan denk ik dat ze dus zeggen van, laten we kijken naar het probleem, waarom heb je problemen, hoe gaan we dat oplossen. Maar intussen, dan hebben wij grote problemen. De EBS-directeur geeft aan dat de machine die in eerste instantie gekocht zou worden voor directie-inzet inmiddels doorverkocht is, terwijl deze de problemen die onlangs zijn ontstaan zouden kunnen voorkomen. Technisch directeur Marcel Eindhoven geeft aan dat er inmiddels een nieuwe machine is besteld. De levering is in 2025.